Jullie kennen allemaal van pap of man thuis. A-kwadraat plus B-kwadraat is C-kwadraat. 165 jaar. Zo lang werken vier medewerkers bij elkaar opgeteld al bij het Eckart College. Docenten Ad, Inge en Paulien werken er ieder al 40 jaar. Dat klinkt als een lange tijd, maar voor deze drie ging het zo voorbij. Zijn de vloeken zucht voorbij gegaan? Uh, ja, natuurlijk duurt het 40 jaar. Je wordt ouder, je kijkt in de spiegel, je ziet het vanzelf. Maar hier op school elke dag iets anders. Het is inderdaad een, een hele lange periode, maar als ik zo terugkijk, dan is het toch wel heel snel voorbij gegaan. Ja, ik weet niet wat 40 jaar meteen moet voelen. Maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik wel van... oh, ik ben er gewoon even niet. Dat, uh, dat sla ik over. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk? 40 jaar is gewoon 40 jaar. En ik heb het er eigenlijk hartstikke leuk gehad altijd. Dus ik maak er gewoon een leuk feestje van. Sinds 1978 werken ze al samen. En ze zijn al die jaren met liefde bij het Eckert gebleven. Ik denk wel dat je uh, passie moet hebben... Voor leerlingen, ten eerste, maar ook voor je vak om het uh, op een leuke manier 40 jaar vol te houden. En langer. Omdat ik het een fijne school vind, en een warme school. En ik heb me hier altijd heel veilig en goed thuis gevoeld. Dus dan blijf je. De leraren zelf hebben ook niet stilgestaan. Want niet alleen hun leerlingen komen om te leren. De leraren zelf hebben er ook wat van opgestoken. Ik krijg in ieder geval een hele hoop terug. Uh, ook altijd. En. Uh, al is het alleen maar het, het gebruik van mijn iPhone, uh, ben ik al blij dat ze me van alles kunnen leren. Maar het is natuurlijk veel diepgaander. Uh, leerlingen zijn gewoon mensen. Het is het menselijke contact uh, wat je hebt en. Um, wat gewoon ook heel erg waardevol is. Ten eerste hoe ze met elkaar omgaan, dat heb ik altijd heel interessant gevonden. Wat hun interesseert. En ja, ik vind ook uh, in de loop der tijd uh, ben je goed bijgebleven wat uh, leerlingen interessant vinden. Daar is toch wel een duidelijke ontwikkeling in geweest. Ik heb geleerd dat je met een koel cool hoofd, maar met een warm hart met leerlingen bezig moet zijn. En niet alle twee warm of alle twee koel, cool, want dat werkt niet.